Vorige week waren oma en ik weer op de zolder. Dat is iets wat oma en ik doen. Wij gaan elke week op speurtocht in een andere kamer in ons huis. En dan zoeken ze allerlei spulletjes. En vorige week was ik op de zolder en ik vond dit boek onder een grote kist met allerlei materiaal van toen ik nog in het leger zat. Meer dan 100 jaar geleden, kindje. Maar eigenlijk... Nee. Het is dit verhaal hier. Dit verhaal. Ik herinner me nog dat mijn moeder het voorlas toen ik klein was. Willen jullie het horen? Ja? Willen jullie het horen? Ja. Ah, dan ga ik daar. Er was eens een ezel. Het was geen normale ezel. De ezel bestond uit 2 delen. En in die ezel moesten er altijd 2 mensen zitten om hem tot leven te brengen. En nu is het toch wel toeval dat er vandaag 2 kinderen in die ezel gekropen zijn om hem tot leven te brengen. En wat nog veel gekker is aan deze ezel dan aan alle andere ezels die gewoon wat in de wei staan te grazen, deze ezel wil naar Bethlehem. Thank you.